In welke zinsdelen kan als enige woord een bijvoeglijk naamwoord voorkomen? In welke zinsdelen kan als enige woord een bijvoeglijk naamwoord voorkomen? Die vraag die werd een paar jaar geleden gesteld op de Facebookgroep Leraar Nederlands, waar leraren Nederlands praten over hun vak. Deze collega die was die vraag tegengekomen in een leerboek en die vroeg zich af wat daarop nou het juiste antwoord was. Nou, veel mensen die kwamen met als antwoord, dat is waarschijnlijk het naamwoordelijk deel van het naamwoordelijk gezegde. En daar zie je meteen de grote makker van het Nederlands taalkundeonderwijs. Dat hangt heel erg aan ezelsbruggetjes en aan slappe definities. En heel vaak vind je in leerboeken inderdaad zoiets als het naamwoordelijk deel van het naamwoordelijk gezegde bestaat uit een zelfstandig of een bijvoeglijk naamwoord. Nou, dat hoeft helemaal niet waar te zijn. Maar ook omgekeerd klopt er niet zoveel van, want vrijwel elk zinsdeel kan bestaan uit een bijvoeglijk naamwoord. Nou, ik vond het wel een leuke uitdaging, dus ik ben eens gaan zoeken. En ik heb van elk geval 14 verschillende zinsdelen, voorbeeldzinnen gevonden waarin dat zinsdeel bestaat uit alleen een bijvoeglijk naamwoord. En die wil ik graag in dit filmpje eens even met jullie langsgaan. Als eerste het onderwerp. Nou, ik heb 3 zinnetjes bedacht. Als eerste, hoger is beter. Wat hebben we hier eigenlijk gedaan? We hebben hier eigenlijk een aangevuld gezegde. Een gezegde met een bepaling erbij. Zoiets als hoger springen. En daar hebben we springen weggelaten. En dan krijgen we hoger is beter. En dan hebben we dus een onderwerp, hoger, dat alleen bestaat uit een bijvoeglijk naamwoord. Een vergelijkbaar geval, gelukkig duurt nooit lang. Dat betekent natuurlijk zoiets als gelukkig zijn duurt nooit lang. Hè? Maar in dit geval kunnen we ook alleen het stukje gelukkig, hè? Dat is een bijvoeglijk naamwoord, pakken. En dan hebben we een onderwerp dat alleen gelukkig is. Hè? Gelukkig duurt nooit lang. Je kunt ook een samentrekking pakken. Bijvoorbeeld koude dranken zijn voor in de zomer, warme zijn voor in de winter. Maar dat woordje warme, dat bijvoeglijk naamwoord, dat staat eigenlijk in zijn eentje voor het hele stukje warme dranken. Hè, dat is samengetrokken. Maar even zo goed, we hebben hier dus een onderwerp dat alleen bestaat uit het woordje warme. En dat is een bijvoeglijk naamwoord. Het naamwoordelijk gezegde, dat is het schoolvoorbeeld. Hè, een hele makkelijke, de stoel is bruin, de tafel zwart. We hebben hier in die tweede zin, hè, de tafel zwart, hebben we het koppelwerkwoord kunnen weglaten, hè, doordat het de samengetrokken zin is. En dan heb je een naamwoordelijk gezegde dat alleen bestaat uit het woordje zwart. Heel makkelijk. Dan het werkwoordelijk gezegde. Dat was het lastigst, want het werkwoordelijk gezegde bestaat natuurlijk in zijn algemeenheid uit werkwoorden. Nou, dan heb ik even moeten nadenken, maar ik heb een voorbeeldje gevonden. Belachelijk heb ik hem niet gemaakt, wel zwart. Je kunt zwart maken beschouwen als één werkwoord. Hè, dan betekent het zoiets als beroddelen. Dan kun je samentrekking maken. Hè? Belachelijk heb ik hem niet gemaakt. Wel zwart, hou je alleen een stukje zwart over. En dan heb je een werkwoordelijk gezegde dat alleen bestaat uit dat stukje zwart. En dat is een bijvoeglijk naamwoord. Nou, voor mensen die daar niet van zijn overtuigd, en die waren er, je kan hem ook nog op een andere manier bekijken. Je kunt ook nog zeggen, zwart maken is een werkwoordelijke uitdrukking. Hè? Dan heb je zwart maken als 2 aparte woordjes, zwart en maken. En ook in dat geval is zwart een bijvoeglijk naamwoord. En in dat geval hebben we hem ook. Komt eigenlijk op hetzelfde neer. Leidend voorwerp. 2 voorbeeldjes. Het eerste. Ze haat gepureerd, maar ze houdt van gebakken. He? Gepureerd is hier een bijvoeglijk naamwoord. He? Dit betekent zoiets als ze haat aardappelen gepureerd. He? Ze haat die aardappelen als ze gepureerd zijn. Je kunt het ook doen met een samentrekking. Hij draait late diensten, zij draait vroege. Ja, daar is iets samengetrokken. Hè. Dat woordje diensten, dat is eigenlijk in vroege gekropen. Hè. Vroege staat er dus eentje voor vroege diensten. En dat woordje vroege is in die tweede zin het leidend voorwerp. Meewerkend voorwerp. Je kunt eigenlijk precies hetzelfde doen als net bij het leidend voorwerp. Hè. Ze geeft socialistisch de voorkeur boven liberaal. Socialistisch is hier het meewerkend voorwerp. He, vergelijkbaar met die zin, ze haat gepureerd. En een zin met de samentrekking. Hij biedt oude klanten vertrouwen en geeft nieuwe een kans. He, de samentrekking nieuwe staat voor nieuwe klanten. He, klanten wordt hier niet genoemd. Dus nieuwe is in zijn eentje het meewerkend voorwerp. Belanghebbend voorwerp. Arm en rijk zijn welkom, maar ik zal vooral arm een feest bereiden. En mannelijke en vrouwelijke bezoekers waren allebei welkom, maar hij schonk vooral vrouwelijke vaak iets in.
belanghebbend voorwerp, dus een beetje een gek zinsdeel. Dat zweeft een beetje tussen een verplicht zinsdeel, een voorwerp, en een niet verplicht zinsdeel, een bepaling in. Dat kun je laten beginnen met voor. Nou, dat is hier het geval. We hebben een voorbeeldje waarin arm, bijvoeglijk naamwoord, zich bijna een beetje gedraagt als een zelfstandig naamwoord. Arm en rijk staan hier voor groepen arme en rijke mensen. En we hebben bijvoorbeeld van een samentrekking. Hij schonk vooral vrouwelijke vaak iets in. Vrouwelijke staat hier is eentje voor vrouwelijke bezoekers. Dat woordje bezoekers, dat wordt in de zin daarvoor genoemd. Ondervindend voorwerp. Blank en zwart waren aanwezig, maar de discussie stond vooral blank niet erg aan. Zin die is erg vergelijkbaar met die zin met de arm en rijk van net, bij het belanghebbend voorwerp. En weer een zin met een samentrekking. Oude klanten houden van zo'n entree, maar nieuwe staat zo'n formele toegang niet aan. En nieuwe staat hier is eentje voor nieuwe klanten. Het woordje klant is weggelaten. Het enige wat overblijft is het woordje nieuwe als ondervindend voorwerp. Bezittend voorwerp. Jij irriteert hoog en laag opgeleid. Ik werk vooral hoog opgeleid op de zenuwen. Nou, op wiens zenuwen? Op die van hoog opgeleid. Van de hoogopgeleide natuurlijk, maar dat wordt hier vervangen door het bijvoeglijk naamwoord hoog opgeleid. En jij zit grote boeven in de weg en ik loop kleine voor de voeten. Wiens voeten? Voeten van de kleine boeven. Boeven is weggelaten. Dus kleine is hier in zijn eentje het bezittend voorwerp. Oorzakelijk voorwerp. Het oorzakelijk voorwerp is zoiets als het leidend voorwerp, maar dan bij een naamwoordelijk gezegde. Als je bijvoorbeeld het beu zijn, daar hoort altijd iets bij. Bijvoorbeeld bruine meubels. Maar je kunt in plaats van zo'n groep, zo'n woordgroep, zo'n zelfstandig naamwoordgroep, kun je ook alleen een bijvoeglijk naamwoord gebruiken. Ik ben bruinbeu. Ik heb nu zin in groen. Zoiets. En het kan uiteraard ook weer met een samentrekking. Ik weet dat je veel documenten mist, maar ben je ook belangrijke kwijt? Kwijt zijn, daar hoort iets bij. Bijvoorbeeld belangrijke documenten. In een samentrekking kun je documenten als zelfstandig naamwoord weglaten. En dan doet belangrijke in zijn eentje wat eigenlijk belangrijke documenten zouden doen als de zin compleet was. En dan is belangrijke dus het oorzakelijk voorwerp. Voorzetselvoorwerp. Nou, je zullen veel mensen denken, voorzetselvoorwerp, dat bestaat alleen uit een bijvoeglijk naamwoord. Dat kan toch helemaal niet? In elk voorzetselvoorwerp staat toch een voorzetsel. Kijk maar naar de naam. Zo staat het inderdaad vaak in boekjes, alleen in de praktijk werkt het toch anders. Bijvoorbeeld met prolepsis, waarbij je een stukje van een zin uit die zin haalt en ervoor plakt. En dan in de zin zelf, dan gebruik je in plaats daarvan een voornaamwoord, bijvoorbeeld daar. Zo kun je zeggen, bruine meubels, daar houd ik niet van. Dat betekent natuurlijk, ik houd niet van bruine meubels, maar je hebt bruine meubels voorop gezet. Nou, dat wat je voorop zet, dat is in zijn eentje ook weer een voorzetselvoorwerp. En dat kun je ook doen met een bijvoeglijk naamwoord. Bijvoorbeeld, bruin, daar houd ik helemaal niet van. In zo'n zin is bruin als bijvoeglijk naamwoord in zijn eentje een voorzetselvoorwerp. Je hebt ook een zin als de volgende met een wat aparte constructie, maar hij kan wel. Klassieke auto's heb ik meer mee dan moderne. Dit betekent hetzelfde als met klassieke auto's heb ik meer dan met moderne auto's. Maar dit is een prima Nederlandse zin. En we zien dat in die bijzin van vergelijking, dan moderne. Moderne is er eentje het voorzetselvoorwerp vormt. En als derde in een vraag kan het ook nog. Van welke wijn houden we het meest? Franse. Dat betekent natuurlijk, die tweede zin, van Franse wijn houdt u waarschijnlijk het meest of houdt u het meest van Franse wijn. Alles is weggelaten in die zin, zelfs het voorzetsel van. En het enige wat overblijft, dat is het woordje Franse. Dat is er eentje daar het voorzetselvoorwerp vormt. De bepaling van gesteldheid. Nou, dat is makkelijk. Bepalingen van gesteldheid die bestaan heel vaak uit een bijvoeglijk naamwoord. Dat is ook bijvoorbeeld dat we in de boekjes vaak tegenkomen. Gepikeerd liep ze de trap op. Dat gepikeerd, dat kun je zo interpreteren alsof het gaat over die ze. En dan hebben we te maken met een bijvoeglijk naamwoord. En een vergelijk bijvoorbeeld, we troffen de hond halfdood in de tuin aan. Nou, hier kun je halfdood alleen maar interpreteren alsof dat slaat op de hond. Op zo'n zelfstandig naamwoordgroep. Dus dan hebben we daar zeker te maken met een bijvoeglijk naamwoord. De resultatieve bepaling. De resultatieve bepaling die kun je ook beschouwen als een vorm van een bepaling van gesteldheid. Dat is prima. Maar ze wordt vaak ook apart benoemd. Dus daar ook even een paar voorbeeldjes van. Ik schilder het hek groen.
Hè, groen slaat op dat hek en is heel duidelijk een bijvoeglijk naamwoord. En nog een voorbeeldje, ik vind het goed. Hè, ook goed is daar zonder enig twijfel een bijvoeglijk naamwoord. De bijwoordelijke bepaling. Die was wat moeilijker, maar ik heb toch een paar voorbeeldjes kunnen vinden. Als eerste, rood is lakmoespapier een verklikker van zuren. Hè, dat weten we allemaal nog van school. Als het rood is, dan verklikt lakmoespapier zuur. Als het blauw is, dan verklikt het bazen. Nou, rood is lakmoespapier een verklikker van zuren. Dat kun je lezen als indien het rood is. Of indien rood is lakmoespapier een verklikker van zuren. In zo'n zin zouden we indien rood benoemen als een bijwoordelijke bepaling van voorwaarden. Nou, rood is lakmoespapier een verklikker van zuren, betekent precies hetzelfde. Dus dat rood heeft hier in zijn eentje die voorwaardelijke betekenis. En ook dat kun je dus benoemen als een bijwoordelijke bepaling. En het kan uiteraard ook weer met een samentrekking. Heeft ze hem nou vorige week, hè, vorige week is hier een hele duidelijke bijwoordelijke bepaling van tijd. Heeft ze hem nou vorige week geholpen of voorvorige? Hè, en dan in die tweede zin, hè, heeft ze hem nou voor vorige week geholpen, is het enige wat overblijft voor vorige als deel van de bijwoordelijke bepaling van tijd. En tenslotte de doorbepaling. Dan kun je ook weer zeggen, een doorbepaling begint toch altijd met het woordje door. Hè? Hoe kan dat nou alleen bestaan uit een bijvoeglijk naamwoord? Nou, dat kan weer heel makkelijk als je een samentrekking gebruikt. Door wat verschilders is dat houtwerk gedaan. Kleurenblinden. En kleurenblinden staat hier natuurlijk in zijn eentje voor door kleurenblinden. En dat is een hele duidelijke doorbepaling.